In de vroege ochtend van maandag 20 november werd de brandweer om 2:45 gealarmeerd voor een autobrand. Op de Dr. Schaapmanweg stond een jonge Mercedes A-klasse met de voorzijde in brand. De brandweer uit de beeld rukte uit en had het vuur snel onder controle. Echter, door het vele kunststof en aluminium bleef er weinig van de voorzijde over. Ook de naastaande Volkswagen Passat liep schade op door de enorme hitte. Brandstichting zou de oorzaak kunnen zijn, daar de auto al eerder schade is toegebracht door deze te bekrassen, wist een van de omwonenden te vertellen. De eigenaresse van de Mercedes woont bij haar vader op de Dr. Schaapmanweg. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Heeft u in de omgeving van de Schaapmanweg in de nacht van zondag op maandag 20 november iets verdachts gezien? Bel dan de politie op 0900 8844.